Ons onderzoek doen wij over veranderingen voor zorgverleners in integrale zorginterventies voor mensen met een chronische aandoening. En met integrale zorg worden vaak verschillende dingen bedoeld. En wij bedoelen dat de patiënt centraal staat, dus de behoeften en de ervaringen van een patiënt, dat de zorg rond de patiënt georganiseerd wordt. Maar we bedoelen ook met integrale zorg dat de verschillende onderdelen van het zorgproces beter op elkaar afgestemd worden. Heb je al resultaten? Ja, we hebben een aantal veranderingen voor zorgverleners gevonden. We hebben ook belemmerende en bevorderende factoren voor deze veranderingen gevonden. En we hebben een aantal uitkomsten gevonden. Kun je iets vertellen over die veranderingen? We hebben een aantal veranderingen gevonden. Onder andere dat er multidisciplinaire zorgprotocollen of paden zijn. Dat er in een multidisciplinaire groep wordt samengewerkt. Dat er teammeetings zijn. Soms wordt een nieuwe functie geïntroduceerd. En in het verlengde daarvan wordt vaak ook vindt taakherschikking plaats. Maar die taakherschikking die kan dus ook zonder een nieuwe functie plaatsvinden. Gewoon in bestaande teams. En over die belemmerende en bevorderende factoren, wat kun je daarover zeggen? Vaak zie je dat één factor belemmerend en bevorderend kan werken. Bijvoorbeeld bij de ICT-systemen. Als die afwezig zijn, dan is dat vaak problematisch. Maar ook als ze aanwezig zijn, maar niet goed werken, dan leidt dat ook vaak tot problemen. Aan de andere kant wordt vaak aangegeven dat het delen van patiëntgegevens heel erg faciliterend kan werken. Dus het delen met alle relevante zorgverleners, maar ook met de patiënt zelf. Je ziet ook vaak dat de motivatie van zorgverleners heel erg bepalend is. Er wordt vaak gerapporteerd dat medewerkers of zorgverleners niet gemotiveerd genoeg zijn. Dat dat belemmerend werkt. Maar soms wordt dus ook aangegeven dat de interventie puur op de motivatie en het enthousiasme van de zorgverleners draait. En de uitkomsten, zijn die merendeel positief of negatief? Ze zijn merendeels positief. Je ziet vaak dat de klinische uitkomsten van patiënten dat die verbeterd zijn. Dat de patiënttevredenheid verbeterd is, maar ook de tevredenheid van de zorgverleners. Heb je al reacties uit de praktijk ontvangen? We hebben van de praktijk te horen gekregen dat ze het herkennen, grotendeels. We hebben een paar verschillen gezien dat bijvoorbeeld als alle zorgverleners onder één dak werken, dat het multidisciplinair samenwerken veel makkelijker wordt. Men weet elkaar te vinden en het is dus ook vrij normaal dat de patiënt ook bij betrokken wordt bij het overleg. Bijvoorbeeld in de ketenzorg voor diabetes of COPD, waar de zorgverleners niet onder één dak zitten, is het wat lastiger. Dus daar zijn er wel taakafspraken gemaakt, maar dus niet echt sprake van teammeetings bijvoorbeeld. Hoe gaat het nu verder? Dit project loopt nog anderhalf jaar. En we hopen vooral nog steeds nog meer die terugkoppeling met de praktijk te realiseren. Dus dat de praktijk gevoed wordt door ons onderzoek, maar dat wij vooral ook heel erg veel kunnen leren door de praktijk.